Jordy Graaf, 19 op de reuzenslalom. Is dat een goede plek voor jou? Ja, heel tevreden. Ja. Lastige omstandigheden vandaag, of niet? Ja, nou ja, beneden had het vorige week geregend, dus is best hard. Maar boven toch best wel, zeker de eerste run, ja, start nummer 39, merk je toch wel dat er al een paar voor je zijn geweest. Dus iets mindere piste, maar de tweede run was beter. En ja, twee stabiele runs en zeker niet ontevreden over mijn skiën. Kun je de eerste run eens nog eens voor de geest halen? Hoe ging die? Ja, nou, ik had het bovenste deel was best... zwaar, omdat er toch al wel wat sportjes in zaten, dus je moest best wel investeren. En het was, ja, de slaam stond best draaiend en soms redelijk kort. Dus het is echt hard werken en actief zijn. En ja, hij is echt redelijk lang, 1 minuut 20. En ja, dat is echt lang. En ja, dan zo doen. Op een gegeven moment zat ik wel het laatste stukje, laatste 10, 15 seconden redelijk stuk. Maar ja, dan moet je toch maar door blijven gaan. En ja, zeker niet slecht, de eerste run. Je stond 23ste na de eerste run. Wat dacht je wat er nog in zat voor de tweede run? Nou ja, ik wist dat er iemand die voor me stond, achter me, de eerste run een fout had gemaakt. Dus ik wist wel van, ski gewoon en doe je ding. En als hij voor je zit na de tweede run, is dat helemaal niet erg. En ja, dat is zoals het is. En ja, ik was tevreden over mijn skiën en het was moeilijk. Dus best, de tweede run was, nou ja, je voelt het. Het is winderig hier. En ja, met skiën merk je dat ook wel. Ja, er lagen twee palen plat, maar ja, dat is skiën. Het is een buitensport, dus... Met de wetenschap van de eerste run, heb je nog iets anders gedaan in de tweede run? Nou ja, ik wilde eigenlijk hetzelfde doen, want ik was heel erg tevreden over mijn skiën in de eerste run eigenlijk. Ik had mooi mijn technische dingen waar ik op moest letten, waardoor ik, ja, beter ski, wilde ik in de tweede run ook doen. En ja, dat lukte ja, goed eigenlijk, dus daar was ik blij mee. Ja, 19 op de reuzenslalom en dan moet jouw sterkste onderdeel nog komen? Ja, nou ja, vrijdag staat de slalom op programma en ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Ik heb er heel veel zin in.